Het is december. Welkom bij dit gesprek met burgemeester Henri Lemferink. Soms voelt het als een herhaling van zetten, maar natuurlijk hebben we het over corona deze maand. Er zijn een nieuw pakket maatregelen terechtgekomen. En ook in Leiden is er bijvoorbeeld een restaurant gesloten, een horecazaak, omdat de regels niet werden nageleefd. Daar zo meteen meer over, ook over de lange termijn. Wat moet er nou gebeuren? Want wat is het perspectief nog? We hebben het over vuurwerk, uiteraard. Want de jaarwisseling staat voor de deur, maar zonder vuurwerk. Hoe zit dat? Na een aantal maanden is duidelijk geworden dat de Marrakesh Lounge in de Herenstraat gesloten is. Of in ieder geval de vergunningen zijn ingetrokken. En daar heeft de burgemeester vast ook een reden voor. Welkom in de studio. Dank u wel. Ja, het coronavirus. Hoe komt het nou, vroeg ik me af in de voorbereiding van dit gesprek, dat we telkens zo op korte termijn moeten reageren? Heeft u daar nou een verklaring voor? Dat zou ik ook wel graag willen weten. Kijk, kern is toch dat het coronavirus ons ook steeds weer een beetje verrast. En dat de stelligheid waarmee we sommige dingen dachten te weten, dat eigenlijk in de praktijk niet klopte. Er zitten meer onzekerheden in dan we gedacht hadden. En sommige dingen, ja, daar was ik ook zelf wel ongelukkig mee. De snelheid waarmee maatregelen voor de vakantie werden afgeschaald, die was eigenlijk echt te groot. Dat ging ja, te maar snel. Toch, de samenleving was er ook, die had het ook nodig. Er werden serieuze vragen gesteld. Het was niet meer te verrechtvaardigen, vond het kabinet. En hebben wij hier aan tafel ook wel eens geconcludeerd van ja, het gaat ook goed. Kun je het dan dat soort maatregelen volhouden? Ja, het was ook niet zo dat je niet moest afschalen, maar of je de snelheid waarmee het ging niet een beetje te groot hebt gemaakt. Dat is één ding. En het andere is toch ook wel dat, kijk, Nederland heeft relatief weinig IC-bedden, ook in vergelijking met andere landen. Al kun je er een heleboel mitsen en maren bij zetten, maar dat is wel zo. Dat betekent dat als er geen maatregelen zijn en iedereen leeft weer zoals die normaal leeft, dat het aantal mensen dat niet gevaccineerd is, als het coronavirus daar rondwaart, in zeer korte tijd heel veel mensen in het ziekenhuis brengt en op de intensive care. Dat is toch wel een feit, dat kunnen we niet ontkennen. Dus u zegt ook eigenlijk, en dat heeft u eerder ook wel gezegd, we moeten echt aan de IC-capaciteit werken. IC-capaciteit werken is een belangrijk punt om die uit te breiden in ons land. Dat geeft ons meer buffercapaciteit. Als dat het geval is, heb je ook minder ernstige maatregelen nodig. Mm. Want dat kunnen we nu ook zien. 85% van de bevolking in Nederland is gevaccineerd. In Leiden ligt dat nog wat hoger. Dat is dus op zich heel erg mooi. Daar komen ook mensen van in het ziekenhuis terecht. En die komen ook op de intensive care terecht. Maar relatief veel en veel minder. Dat kunnen we gewoon zien. Ja. Omdat die 85-86% van de mensen die gevaccineerd zijn, ja, die zorgen maar voor de helft van de bezetting in het ziekenhuis en een derde van de bezetting op de intensive care. Dus dat betekent dat het werkt. Ja. En dat je ook het omgekeerde kunt zeggen, dat was er niemand gevaccineerd geweest, dan hadden we nu met duizenden mensen gezeten waar geen plek meer voor was. Ja. Nou, dat is natuurlijk en een dat is een drama. Dat is een duidelijk verhaal. Ik hoor dat aan alle kanten natuurlijk. Toch hoor je ook veel mensen zeggen, ja, ik heb me laten vaccineren. Om me heen hebben mensen zich laten vaccineren. En ik krijg een nieuw pakket maatregelen. Een nieuw pakket maatregelen. Na 5 uur kan ik de horeca niet meer in. U heeft ook altijd gezegd, er moet draagvlak zijn. Wanneer komt daar het moment dat er geen draagvlak meer voor is en dat u zegt, ja, dit is het voor nu? Nou, ik constateer eigenlijk dat het overgrote deel van de mensen het ook wel snapt dat het moet gebeuren. Dus veel mensen die zijn eigenlijk, ondanks het feit dat ze behalve last van het virus ook enorm last van de maatregelen hebben, toch de grote lijn wel volgen. En daar ben ik wel blij om. En daar mogen we ook wel trots op zijn dat dat het geval is. Ja, dat zien we ook in Leiden. En dat is belangrijk om dat vol te houden. Ja, maar het is waar. Maar het kan ook grote gevolgen hebben voor mensen die eenzamer worden. Ik merk om me heen, mensen raken gestrest. Of dat nou hierdoor komt, kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar overal zijn soort brandhaartjes van mensen die boos zijn, ruzie hebben. Heeft dat hiermee te maken, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Mensen zijn sociale dieren. Ze hebben behoefte aan contact met anderen.
We hadden vanochtend vroeg nog een gesprek met vertegenwoordigers van studentenorganisaties. Wij weten dat er veel meer studenten rondlopen met suïcidegedachten, met klachten over het feit dat ze depressief zijn. Beelden krijgen we binnen van huisartsen, we krijgen ze ook van het Trimbos Instituut. Dus van alle kanten krijgen we die gegevens binnen. Ja, dat is waar. En dat is iets wat je niet in de koude kleren gaat zitten. Zeker niet als je de persoonlijke verhalen hoort die daarbij horen en die wij ook horen. Ja, en wat kunt u daar dan mee? Want in het veiligheidsberaad waar u onderdeel van bent met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, is afgelopen week ook gesproken over een lange termijn strategie. Daar moet hard aan gewerkt worden. Waar gaat die lange termijn strategie dan over? Is dit onder andere dit punt? Nou, daar hebben we het eigenlijk komende week pas over. Maar dit is meer een aspect van, het is nevenschade van datgene wat wij nu met elkaar doen om te voorkomen dat de acute zorg overbelast wordt, want dat leidt tot extra doden en dat willen we voorkomen. Maar dit vraagt wel om extra inspanningen. En wij zijn er ook over aan het nadenken of wij bijvoorbeeld rond thema's als studentenwelzijn ook niet wat duurzamer met de universiteit, met de studentenorganisaties, met de wetenschap in het algemeen bezig moeten zijn om daar een antwoord op te formuleren. Je kunt een heleboel kleine antwoorden formuleren. Contact is vaak een sleutelbegrip. Mensen die alleen op hun kamertje zitten en die er eigenlijk niet meer uitkomen, ja, die moet je er eigenlijk uittrekken, want ook nu kun je nog wel iets. Hè? Het is niet zo dat alles verboden is. Dus je moet zoeken naar contactmomenten aanbieden, dingen met elkaar toch doen. Belangrijk om dat te doen, dat helpt allemaal een beetje. En als het gaat om de lange termijn strategie, we moeten een paar dingen ons realiseren. Corona gaat nooit meer weg, dus die blijft onder ons. Maar we moeten het zover krijgen dat het net zo schadelijk voor ons is als de griep. Er gaan elk jaar ook mensen aan de griep dood. Er gaan elk jaar mensen naar het ziekenhuis omdat ze griep hebben. Griep is eigenlijk ook best wel een ernstige ziekte. Wat zou daar dan voor nodig zijn om het op dat niveau te krijgen? Volgens u, los van de gezondheid natuurlijk, waar we moeten, de vaccinaties en het onderzoek naar het virus, maar wat zou er maatschappelijk voor nodig moeten zijn om op dat punt te komen? Nou, eigenlijk is de kern dat, zoals ze dat met een geleerd woord noemen, dat het virus endemisch wordt. Dus dat het bijna de gehele bevolking in ieder geval een zekere hoeveelheid antistoffen in zich heeft. Dat kan door vaccinatie, dat kan omdat je zelf ziek bent geweest. Dus op dit moment helpt het aantal ziektegevallen misschien nog wel meer dan het aantal vaccinaties bij het krijgen van antistoffen in het lijf. De groepsimmuniteit waar het een jaar geleden Dat is op den duur toch belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is een belangrijke voorwaarde. En ja, wij moeten denk ik daar ook eerlijk in zijn. Wij kunnen het virus, zolang dat nog niet bereikt is, eigenlijk alleen maar met algemene maatregelen bestrijden. Als wij 15% van onze bevolking hebben die nog niet gevaccineerd is, ja, dat is toch een. Dat zijn toch veel mensen bij elkaar. Ja. U zei net, we kunnen ook kleine dingen doen. Hè? En dan denk ik ook meteen aan de hoe mensen zich voelen. Zouden we tijdens de belangrijkste feestdagen, kerst, oud en nieuw, niet gewoon alle maatregelen voor een paar dagen los moeten laten om even met elkaar te kunnen ontspannen? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar bovendien, we hebben in het verleden gezien dat het, als je dat te ver in gaat, dan krijg je even later een enorme piek. En die moeten we dan ook nog weer wegwerken. Dus ik weet niet of dat zo verstandig is. Met de huidige maatregelen kan eigenlijk best het een en ander. U noemt de huidige maatregelen. Daar komt natuurlijk nog ook weer een pers. We weten nog niet. Ik zoek eigenlijk naar u. Moeten we op die feestdagen niet gewoon iets extra's doen? Los van de maatregelen. Om ook mensen het gevoel te geven. We hebben er allemaal moeite mee. Een klein cadeautje. Nou, waar we aan zitten te denken eigenlijk in de stad. Om te kijken of we de komende weken iets kunnen organiseren met en voor de Leidenaren. Een soort op de stedelijke bevolking gericht, op onze identiteit gebaseerde set aan activiteiten. Dat kan online zijn, dat kunnen kleinschalige andere activiteiten zijn, om dat onder één paraplu te brengen en daardoor toch een aantal mensen een beetje vooruit te helpen. Want daar gaat het eigenlijk om. Waar denkt u dan aan? Dat kunnen allerlei kleinschalige activiteiten. Het kan van sport gaan, het kan om sport gaan, het kan om cultuur gaan, het kan om
direct contact gaan. Vanochtend in het gesprek met de studenten kwam al het voorbeeld van er zijn ook studenten uit het buitenland hier die nauwelijks of geen contact hebben. Je mag best iemand uitnodigen om eens een keer een avondje te komen eten. Ja. Ook al ken je hem niet, kun je ook organiseren. Voor sommigen is het al heel fijn als er meer studieplekken zijn waar je met een ander in een grote zaal kunt studeren. En waar je ook nog tussendoor eventjes een kop koffie of een kop warme chocolademelk kunt kopen. Ja. Nou, dat soort dingetjes kunnen al helpen om dat gevoel van eenzaamheid tegen te gaan. En het zou mooi zijn als we dat met elkaar onder één paraplu zouden kunnen brengen. Eigenlijk een beetje zoals we bij 3 oktober doen. Ja. Dan vieren we 3 oktober onder de plu van 3 oktober. Maar we hebben een heleboel kleine evenementen daarin. Maar iedereen voelt, dit hoort bij 3 oktober. En zo moet je het denk ik een beetje zien. En dat kan een bijdrage leveren aan het geheel. Dat kunnen we lokaal organiseren met alle partijen die daarbij betrokken zijn. En nationaal, en zegt u, moeten we iets tijdens die feestdagen doen? Nou, ik denk dat als wij het huidige pakket van maatregelen hebben, dan kun je tijdens de feestdagen nog best een heleboel dingen doen. Dus daar moeten we ook niet te spastisch over doen. Er kan best nog een heleboel. En dat je op 25 december 's avonds niet naar het theater gaat, dat is geloof ik niet ook het allergrootste probleem. En datzelfde geldt voor de voetbalwedstrijd. Duidelijk. De afgelopen maand heeft u ook twee horeca-instellingen de vergunning van ingetrokken. Bij de een tijdelijk, bij de ander vast. Ik wilde even met u als eerste naar de Studio De Veste. Daarvan zei u de coronamaatregelen zijn niet nageleefd. We hebben dat twee keer geconstateerd en nu hebt u een sluiting te pakken. Ik vroeg me af, was dat om een voorbeeld te stellen? Eigenlijk ook wel een beetje dat ik ben ook wel een beetje aangewezen om die regels te handhaven. Ja. En die regels die zijn eigenlijk best duidelijk. En als je ze zo bewust eigenlijk aan je laars lapt, dan kunnen wij ook niet veel anders dan ook een duidelijke daad te stellen. Er zijn wel meer dingen gebeurd. Er zijn ook horecagelegenheden die een last onder dwangsom hebben gekregen. Die geconstateerd is eigenlijk een soort waarschuwing. En als u het nog een keer doet, dan krijgt u een geldboete. Dan krijg je geldboete. Ja. Ja, dat is eigenlijk datgene wat er gebeurt. En zo'n last werkt over het algemeen wel. Het gaat om een groot bedrag. En als mensen dan niet meewerken, dan zijn ze het kwijt. En meestal werkt dat wel. En in dit geval is er dan sprake van en die dwangsom en een sluiting? Nee, dit was effectief genoeg. Ja, want u sluit dan een zaak voor een aantal weken. Wat betekent dat voor daarna? Hè? Binnenkort mag die weer open? Nou, eigenlijk niets. Dan kan die gewoon weer open. En dan gaan we er gewoon vanuit dat hij zich weer aan de regels houdt. Staat er dan een extra streepje achter iemands naam? Nou, in principe niet. Tenzij het straks om een zo groot aantal maatregelen gaat. Dan kan het natuurlijk zijn dat er een keer sprake is van intrekking van de vergunning. Want ja, je moet er wel vanuit gaan dat iemand zich correct gedraagt als ondernemer. Maar normaal gesproken hadden wij met deze ondernemer ook niet heel veel klachten. Dus dat zou ook niet een permanente situatie hoeven te zijn. Het is natuurlijk wel lastig, merkte ik ook toen ik de ondernemer vroeg. Kunt u een reactie geven? Ja, ik zou graag daar in bezwaar willen gaan en daar een reactie op geven bij de gemeente. Maar die sluiting gaat per direct in. Wat zou het nu betekenen als uiteindelijk een rechter zegt dat dit onrechtmatig was? Heeft dat dan nog gevolgen? Dat zou in het ergste geval kunnen betekenen dat er sprake is van een schadeclaim richting gemeente. Ja. Dat zou kunnen, maar dan is het gebeurd. Ja. Dus het is sowieso gebeurd? Dat is in theorie denkbaar. Je kunt ook een kort geding aan spannen. Een spoedprocedure om het tegen te gaan. Dat is in dit geval niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Nee. Nou was er nog een zaak, daar hebben we het eerder al over gehad, de Marrakesh Lounge in de Herenstraat. U hebt daar een gesprek gehad met de buurt. U zei in eerste instantie al, er is toen begin september meer dan 10 keer geschoten op die lounge. Nu heeft u gezegd, ja, we hebben het onderzoek afgerond. We hebben besloten de horecavergunning in te trekken en ook de gokautomatenvergunning. Wat was daar nou uiteindelijk de aanleiding voor? Eigenlijk moet je constateren dat het een optelsom van een aantal factoren was. Er is al een reeks van gebeurtenissen geweest waarbij ik heb moeten optreden om de zaak tijdelijk te sluiten, waarschuwingen te geven, een last onder dwangsom van allerlei dingen hebben gedaan.
En dat was de ene kant, datgene wat er met het schieten is gebeurd, was het tweede pakket. En het derde pakket, daar mag ik helaas geen mededelingen over doen. Nee, en op basis van die combinatie, en dat is voor die u combinatie. Altijd lastig, je kunt daar niet alles over zeggen. Exact. Wat ik er wel lastig aan vind, en dat kwam ik in een andere zaak tegen, is dat het ook wel eens gebeurt dat concurrentie, of dat nou in de boven- of onderwereld is, maar een concurrent besluit van, er zit daar een zaak, daar schiet ik op, of wat in andere zaken wel gebeurt, een handgranaat voor de deur. En vervolgens is de burgemeester, die kan niet anders dan zo'n zaak bijvoorbeeld sluiten, omdat het woongenot of het gevaar voor de buurt oplevert. Zou daar hier niet ook sprake van kunnen zijn? Nou, vandaar dat ik zei, het zijn drie pakketten. Als alleen sprake was van de schietpartij, dan was dat voor ons wel aanleiding geweest om daar proberen achter te komen, om te kijken wat daar verder nog speelt. Maar dan weet ik niet of dit besluit genomen was. Maar het is een optelsom van verschillende factoren. En dat was ruim voldoende. Ja. Wat gebeurt er nu met dat pand dan? Want u heeft het niet overgenomen als gemeente. Het is nog steeds in eigendom van degene die daar een lounge had. Wat kan er nog wel gebeuren daar? Nee, er is een andere eigenaar dan degene die het exploiteert. Het is verhuurd. Dus hoe het tussen eigenaar en verhuurder gaat, dat is een zaak van hun tweeën. Deze exploitant die heeft nu in ieder geval geen vergunning meer om het uit te baten. En een van de dingen waar we wel over aan het nadenken zijn, of wij de bestemming van het pand er ook nog af moeten halen, zodat er een andere bestemming op rust. Dat is ook iets waar we nog met de eigenaar over van gedachten moeten wisselen. Kunt u dat zomaar doen of heeft u daar ook een overeenkomst met de eigenaar voor nodig? Nou, in theorie kan de gemeente elke bestemming op elk pand leggen. Maar dan kunt u een planschadeclaim krijgen. Dat kan zijn dat tot een planschadeclaim leidt, als dat tot waardevermindering leidt. Dat hoeft niet altijd. Soms is de bestemming die je er dan oplegt net zoveel waard of zelfs meer waard. Dan hoeft dat helemaal niet. En het omgekeerde kennen we niet, een planbaatafroming. Nee, is dat iemand u moet betalen? Dat is niet het geval, dus dat kun je niet van tevoren zeggen. Wat dat betekent. Maar er zitten wel een aantal dingen aan vast. Dus we hebben het in het verleden wel een aantal keren gedaan hoor. Dat plekken van waaruit veel overlast ontstond, dat we daar de bestemming hebben veranderd en dat het op die manier voor de buurt een stuk rustiger werd. We hebben hier ook al langjarig best veel klachten vanuit de buurt. Ja. We gaan naar oud jaar. Nou, het is nog geen oud jaar, maar bijna nog iets minder dan 4 weken. En dan, wil ik zeggen, dan schieten de pijlen de lucht in om het nieuwe jaar te vieren. Dat is dit jaar niet het geval. Er is een landelijk vuurwerkverbod. Er waren al heel veel verkopers die hadden vuurwerk besteld. Dat was onderweg naar Nederland, of het lag er nog van vorig jaar toen er ook een verbod was. Heeft u enig idee waar al dat vuurwerk nu is? Nee. Dat weet ik niet. Ik denk dat het Rijk ook als het gaat om de consequentie voor de vuurwerkhandel daar ook wel een regeling voor heeft. Voor de lokale situatie is eigenlijk relevant dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Maak me overigens geen illusies. Ik zie ook elke avond dat er in de stad vuurwerk wordt afgestoken. Er is veel vuurwerk onder de mensen, dat zie ik ook wel. Maar ik verwacht wel dat de intensiteit veel en veel minder is. En dat wij in ieder geval ook geen slachtoffers zullen hebben met oud en nieuw. En dat vinden wij prettig om een aantal redenen. Ten eerste belemmert dat of vermindert dat de druk op de zorg. En dat is eigenlijk de hoofdreden op het geheel. Maar we hebben afgelopen jaar ook gezien dat de druk op de openbare orde geringer is geworden. Minder handhaving nodig. En iedereen is overbelast. Dus dat is ook fijn als het wat rustiger blijft. Ik vroeg naar dat vuurwerk, misschien is het een lekenvraag, maar ik ken de fietsenwinkels en de gereedschapswinkels die dan tijdens oud en nieuw zo'n speciale bunker hebben in hun winkel. Er zijn ondernemers die dat hebben. Daar kan vuurwerk in opgeslagen worden, maar dat kan niet het hele jaar door, neem ik aan. Als die bunkers al gevuld zijn, dan dat vuurwerk moet ergens naartoe natuurlijk. Ja, er zijn verschillende opslagplaatsen voor vuurwerk in Nederland, waar ook grotere partijen zijn. En de opslagplaatsen die je bij de winkel hebt, die moeten voldoende bescherming bieden voor de omgeving. Dat is eigenlijk de kern van de regelgeving. En kan daar dat vuurwerk opgeslagen worden voor een jaar lang bijvoorbeeld in de stad? Want ik stel me gewoon zo voor, hè, u gaat natuurlijk over de stad en over wat daar gebeurt. En dat daar een jaar lang de kilo's aan vuurwerk opgeslagen liggen.
als de hoeveelheid en de tijdsduur langer is, dan zul je zwaardere eisen moeten voldoen. Ja. Ja. En u maakt zich daar geen zorgen over dat doordat er heel veel aanvoer is geweest van vuurwerk naar de stad, dat dat nu op verschillende plekken gewoon die opslagen volstaan? Dat geldt ook landelijk als het gaat om de totale hoeveelheid die er speelt. Dat is in Leiden niet anders dan in de rest van het land. Hoe gaan we het jaar afsluiten wat u betreft? Het is de laatste keer dat wij elkaar dit jaar spreken in dit verband. Eigenlijk merken we dat de samenleving is heel erg coronamoe. Mensen willen weer terug naar normaal, willen elkaar weer ontmoeten, willen dingen doen. Je ziet dat ook best veel mensen moedeloos zijn, maar tegelijkertijd zie ik ook heel veel veerkracht. En dat vind ik heel mooi en ik hoop dat we dat weer een beetje terugkrijgen. Als we weer terugkijken naar het begin van de coronacrisis, toen zagen we heel veel initiatieven van mensen om elkaar te helpen, waarbij het mooie weer centraal komt te staan. En ik zou het fantastisch vinden als we aan het eind van dit jaar een heleboel activiteiten met elkaar zouden kunnen ontplooien. Om te laten zien, we zijn wel met elkaar de Leidse bevolking. En samen gaan wij dit trekken. En daar wil u als gemeente ook de ruimte voor geven? Ja, willen we denk ik echt ons best voor doen om het maximaal mogelijk te maken. Want dat zou ons helpen binnen de regels die er zijn. Kan toch nog wel het een en ander, laten we daar maximaal gebruik van maken. Ja. Dank u wel. Ik wens u alvast een goede jaarwisseling. We gaan natuurlijk nog een feestmaand tegemoet. En begin januari, dan blikken we daar natuurlijk ook op terug. Om te zien hoe die jaarwisseling was. Dank u wel. Ja, en ik zou de Leidenaren allemaal ook een hele mooie feestmaand toe wensen. Van een prachtig kerstfeest natuurlijk. En ook een heel veilig en gezond oud en nieuw. Daar sluiten we dit gesprek mee af. Dit gesprek wordt deze week herhaald op sleutelstad.nl, is ook op Sleutelstad TV en is ook terug te kijken op sleutelstad.nl. Dank u wel.